った赤いグローブのチャンピオンパンチでヘイフェス出てくる。いきなり自分のフィールドでということか。ヘイフェスのメッセージのようです。左ミドル投げる。waar ga je vechten? Bij de K1. En het wordt, wat voor het toernooi? Wordt één wedstrijd? Wat ga je doen in Japan? Het is een toernooi, vier dames toernooi zou ik maar zeggen. Voor de K1 titel, voor de eerste vrouwelijke K1 kampioen. De eerste vrouwelijke K1 kampioen? Ja. Hoe ziet het deelnemersveld eruit? Het deelnemersveld, in de andere bracket zit een dame waar ik al tegen heb gevochten, toen voor de crush. En de dame waar ik nu tegen ga vechten, de eerste partij, die heeft zij ook verslagen. Dus, Dan heb je Kana, waar je dus al twee keer volgens mij tegen gevochten hebt. Wat is dat voor vechter? Een beuker. Die houdt wel van om te knokken. Gelukkig maar, want daar hou ik ook wel van. Is dit degene waar jij tegen in de finale gaat staan? Want ik neem aan dat jij die eerste partij gewoon gaat winnen. Ja, die ga ik wel winnen, ja. Althans, daar ga ik wel vanuit. Maar ik heb eigenlijk geen idee of zij het gaat winnen van de Spanjaard. Het maakt me ook niet echt uit. Dus wie ik tegenkom in de finale, die heeft gewoon pech ook. Die gaat ook de finale niet winnen. Want je bent in vorm, we hebben je net zien trainen. Het ziet er scherp uit volgens mij. Ja, ja, ik voel me fit. Ik ben al een tijdje bezig eigenlijk met trainen. En ook op dieet aan het letten. Ik voel me eigenlijk best wel fit, sterk, mentaal goed. Dus ik heb er heel veel zin in. Je gaat straks twee partijen vechten. Hoe ga je die partijen in? Want het is een toernooi. Het lijkt me sowieso een andere benadering. En je vecht misschien wel tegen een Japanse in de finale. Ja. Die moet je dus nog uit gaan slaan, denk ik. Knock-out slaan. Ik denk dat je gewoon overtreffend moet gaan winnen. Knock-out slaan, daar ga ik altijd wel voor. Dat is een beetje onze stijl van Mike. Dus dat ga ik wel proberen, maar ik ga de eerste wedstrijd in alsof er geen tweede is. Want de eerste wedstrijd moet ik eigenlijk eerst winnen voordat ik in de finale kom. Dus ik ga de eerste wedstrijd gewoon beuken en daarna zie ik het wel. Betekent Mike voor jou? Want volgens mij zit je al heel lang bij hem. Klopt, ik zit al echt sinds een klein meisje eigenlijk bij Mike. Dus ik wil ook eigenlijk nergens anders trainen of voor een andere trainer vechten. Mike kent mij door en door, die heeft me ook gemaakt wie ik ben. Dus hij weet wat mijn sterke punten zijn, hij weet wat mijn zwakke punten zijn. En hij weet hoe hij me moet aanpakken om een wedstrijd te winnen. Dus Mike gaat mee en mijn krachttrainer gaat mee, Melino. Dus ik heb er heel veel zin in, dus ik heb een goede hoek. Dan zien we bij Mike iemand een hoop mannen vechten. Eigenlijk maar twee vrouwen, Anissa en jij. Hoe is dat? Ja, leuk, waarom niet? We staan ons mannetje bij en ik denk dat wij even hard, soms misschien wel harder trainen dan de mannen. En het is een mannenwereld, maar ik denk dat we niet onderdoen. Hoe voel je dat met Glory? Want als je naar die vrouwen laag kijkt, daar is het niveau heel erg wisselend. Pas jij daartussen? Oh, 100%. Ik weet 100% dat ik daartussen pas. Ja. Waarom zit je er niet tussen? Ik heb geen idee, misschien komt het er nog aan. Wie weet, kan ik nog niks zeggen. Oh, ik zie opeens iets in je ogen. Wie weet, ik weet het niet. Nee, ik denk dat ik zeker een goede kans maak tussen die dames. Zeker tegen Tiffany van Soest, Anissa Mexen. Dat zijn een beetje de topdames, denk ik. En ik denk als het daar tussen blijft, tussen die twee dames. Ik bedoel, er moet even dan nieuw vlees in de kuip gegooid worden. En ik denk dat ik wel wat chaos daar kan creëren. Ja, zeker. Dan hebben ze gewoon een Melanie Geuzes nodig. Ze hebben mij zeker nodig. Ja, dat vind ik van wel. Meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.